Voetbalclub Almere City FC heeft het contract van aanvaller Jeffrey Puriel opengebroken en verlengd tot medio 2026. De pas 19-jarige Puriel heeft hiermee direct het langslopende contract van alle spelers van Almere City. Ja, voelt natuurlijk goed. Ik denk de laatste half jaar heb ik een goede ontwikkeling doorgemaakt en dat ziet de club ook. Dus het is wel een teken van waardering dat de club nu wilt verlengen met mij. Ik denk vanaf begin 2022 ben ik steeds meer gaan spelen. Ben ik baasspeler geworden onder Pastoor. Daarvoor bij Gert-Jan soms invalbeurten met een paar minuten. Maar ja, je ziet wel dat de ontwikkeling zeg maar stijgt. Dus het gaat wel steeds beter. Volgens hoofdtrainer Alex Pastoor is het niet meer dan logisch dat Almere City het contract van Puriel heeft opengebroken. Op het moment dat je elke dag kunt trainen, elke dag kunt proberen te verbeteren, dan ben je eigenlijk al een heel eind. En als je zoals hij dan ook nog beschikt over snelheid, een goede voorzet en steeds meer scorend vermogen, ja, dan ben je natuurlijk wel een aantrekkelijke aanvaller. En zo geldt dat voor ieders positie. Zo kun je natuurlijk een hoop dingen noemen, voor verdedigers ook. Maar het begint altijd met, zit er een hoofd op dat elke dag professional kan zijn. Ja, je zit al een tijdje bij de club, hè? Sinds 2010. Voelt dit ook echt als jouw club? Ben je een kind van de club of gaat dat te ver? Ja, vroeger zat ik altijd met mijn moeder in de bus, bijvoorbeeld naar Almere stad. En dan reed je altijd hier langs, zeg maar. En dan is het toch wel mooi dat je dan in dit grote stadion mag spelen en voor heel veel publiek. Dus het is wel een droom die uitkomt eigenlijk als kleine jongen. Ik vind dat hij wel steeds stabieler wordt. En wat ik vooral zie, dat wil ik ook zeggen, dat bij Edwiges eerst in de onder 21, maar ook onder onze begeleiding nu, is dat als je hem iets aanreikt, dat hij er ook meteen mee aan de slag gaat. En dat is een van die dingen die hoort bij professional zijn. Dat je niet voor de katse staart maar wegvoetbalt, maar dat er ook af en toe eens aanwijzingen van onze kant nuttig kunnen zijn. Je debuut is al een tijdje geleden, dat was in 2020. Daar bewaar je wat minder herinneringen aan, denk ik, hè? Ja, de debuut was tegen Cambuur en was volgens mij de 60ste minuut. Er stond het 7-1 achter. En dat is natuurlijk geen mooie stand om je debuut bij te maken. Maar ik ben altijd blij dat ik toch minuten heb mogen maken op 17-jarige leeftijd. Dus, Het is heel simpel dat je hebt spelers waar potentie in zit. Die nu kunnen presteren en potentie hebben. Dus dan heb je dubbel op. Jonge speler uit de eigen opleiding. En als zulke spelers, hè, want hij staat exponent voor een heel aantal spelers. Als die het goed doen, dan kan het ook zomaar zijn dat er nog een beetje statiegeld op zit. Dus, je verwacht hem ooit weer voor een goede prijs door te verkopen, lees ik een beetje tussen de regels door. Nou, als je het goed doet als niet de allergrootste club zijnde en je leidt hartstikke interessante spelers op die de potentie hebben om eventueel door te groeien naar een ander niveau, naar grotere clubs. Dat moet je met trots vervullen qua inhoud. De penningmeester is daar natuurlijk ook altijd blij mee. En dat moet een goed en groot bestanddeel van je beleid zijn. Want wat is jouw grote doel in deze periode tot 2026? Wat wil je hier gaan bereiken dan? Ik hoop me gewoon door te ontwikkelen. Ik denk dat Almere City wel de goede faciliteiten heeft om dat te doen voor jonge spelers. Ik denk dat Almere City een van de betere clubs is in de keukenkampioendivisie qua faciliteit. Dus ik hoop me gewoon door te ontwikkelen de aankomende jaren en dan een mooie stap te maken naar een andere club. Van harte gefeliciteerd, jongen. Heel veel succes. En als er wat is, kom je bij me. Ja? Altijd. Afgesproken. Yes.